Dit is Van Mol en dit is alweer de eerste corner in de tweede helft voor PSV. Koeman neemt hem. Falks is voorin en verdient een nieuwe corner omdat Wilson de bal op de krullen kreeg. Hetzelfde recept, weer Koeman. En Kieft. En Lodewijk schrabbelt, maar heeft de bal wel voor de lijn. Goeie kopbal, Kieft. Kieft. Maar Holband laat zich niet verleiden, of toch? Ja, hij komt er zo niet uit. Schepers. Oh, 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 oh. Dat zijn toch kansen. De aftalleider met de pen in de aanslag. En de coach op zijn gemak. Maar het staat nog steeds 1-1. En PSV kan zich dat eigenlijk niet permitteren. Na twee voorafgaande gelijke spelen. Tegen MVV en RKC om opnieuw een punt in te leveren. Van Aarle. Daar is Schepers. En was die bal over de lijn of niet? Volgens Blankenstein niet. En Lodewijk geeft complimenten aan de grensrechter. Ja, dat haalt je de koekoek dat hij tevreden is met die linesman. Schepers kopt. En de bal is inderdaad niet over de lijn, lijkt me zo. Maar wel heeft Lodewijk hem natuurlijk twee keer geraakt. Eigenlijk mag dat niet. Heinzen. Holband. Koos goed positie voor Kieft. Meijer. Falks is sterk vandaag. Van Mol. Van Dijk. Kieft. Lodewijk zit ertussen. Jurovski. Olderiekerink. Overtreding van Tichelen. Tegen Van Duren. Muurtje moet verder weg. Polderikering. Eerhets. Meijer. De richting verandert. Dus corner. Meijer in de buurt bij Van Breukelen. Daar moet Jurovski de bal dan zien te brengen. Maar krijgt een nieuwe kans. Erg vriendelijk van Koeman. Want het was natuurlijk een dramatisch slechte corner. Meijer nu bij de eerste paal. Met Van Tichelen als bewaker. Nu een betere corner. Holband. Olderiekerink. Daar is Boek weg. Ineens. Lastig genoeg. Goed gegrepen door Van Breukelen. Heinze. Alles uit geweest. Nee, ze op de grens zitten, dus mag Heinze door. Tot eigen verbazing. Kieft, Kalusha. Tweede dot van de kans die Kalusha laat liggen. Want Kieft gaf hem die bal op een presenteerblaadje. Gerets. Nou, nog een keer Kalusha. Kieft, Gerets dan! Oh, dan had je de kans om je tweede te maken en nu in het goede doel. Het gebeurt niet vaak dat Gerets zulke kansen krijgt. En na de pech uit de eerste helft had ik hem die treffer wel gegund, eerlijk gezegd. Zo zal Kieft zich wel eens bedenken, ja, hoe moet ik ze dan geven aan Kalusha, Gerets? Ja, Gerets kan ik niet zo kwalijk nemen, want die komt daar niet zo vaak en die komt rijden. Maar al het werk van Kieft is als paarlen voor de zwijnen. Tot opluchting van deze Patrick Lodewijks natuurlijk. Van Tichelen. Dat is een goede lange bal. Schepers gelooft erin. Is Van Dijk voorbij. Kieft gaat vrij. Kieft gaat scoren. Kieft scoort niet. Het zou de bekroning voor Willem Kieft geweest zijn.
En Schepers deed dat natuurlijk voortreffelijk. Maar de bal krijgt te veel hoogte mee. Aan de onderkant geraakt. Weinig waardering van het Eindhovense publiek voor de tijdrekkende Van Dijk. Maar Groningen is even geschrokken van die periode waarin PSV plotseling vier grote kansen kreeg. Van Dijk zegt tegen Kieft, kom hem dan maar halen die bal. Treiteren. Maar Groningen wil weer terug in de wedstrijd komen. En dat lukt niet als Lodewijks het balbezit zo prijsgeeft. Want dan inviteer je PSV om er meteen maar weer te komen. Gerets. Schepers. Aangetikt door Wilson. Heel licht aangetikt. Koeman. Eindse. Kieft. Schepers. Koeman. Kieft legt hem weer neer. Nou, Valk zei dan. Hoe moet hij ze dan geven, Kieft? Linskens betreedt de piste halverwege de tweede helft. En Tom van Mol heeft zijn plaats afgestaan. Er hangt al een tijdje een goal in de lucht. Een doelpunt voor PSV. Maar de vraag is, of hij voor 4:15 valt, dat doelpunt. Kalusha. Tichelen. Gerets. Met een tomeloos inzet speelt. Linskens, vrij gedaan. Hé, hey, wat gebeurt er, Blankenstein? De bal gaat op de stip. Overtreding Rosien. Tegen Linskens. Dat is iets wat je van Linskens niet al te vaak ziet. Dit is zeer artistiek. En dan is het Rosien die Linskens raakt. En is het Linskens die een penalty verdient. Lodewijks komt oog in oog te staan met Stan Valks, die ooit vanaf de strafschopstip PSV de KNVB-beker bezorgde tegen Vitesse. En Valks scoort opnieuw. Dat is een koele. Een tijdje lang genegeerd door Robson, op de bank gezet. Maar niet te beroerd om het vuile werk te doen als dat nodig is. En zo scoort PSV toch die dik verdiende 2-1. Die lang in de lucht hing. Meijer. Goed gedaan, Meijer. Och, dat was de kans op 2-2. Volderieke Rink. Het goede werk van Meijer werd niet verzilverd door Veenhoff die over de bal heen stapte.